De aanslag die Hortense mee had gepleegd op een collaborateur op de begraafplaats van Leuven was volgens het verzet een groot succes. Er zouden nog meer aanslagen van het verzet volgen, want collaborateurs en verraders vormden constant een bedreiging voor de organisatie. Gedurende de bezetting werden wel meer dan 1000 collaborateurs en Duitsers gedood door het verzet. Maar na elke aanslag van het verzet reageerden de Duitsers meteen en kordaat met nog meer arrestaties en folteringen. Op het einde van het jaar 1943 werden de Duitsers steeds strenger. Hun geduld raakte op. Ze arresteerden iedereen die ook maar een beetje verdacht was en stuurden deze mensen naar de gevangenis of ze werden gedeporteerd naar Duitsland. Op 21 december werd een lid van het verzet opgepakt. Hij werd onmiddellijk ondervraagd en gefolterd. Niet veel later begon hij te praten. Later zou blijken dat die biecht Hortense de das omdeed. Kerstmis begon er somber uit te zien voor de bewoners van Leuven. De Demans hadden via eigen bronnen vernomen dat de Duitsers iets van plan waren. Maar ze hadden geen idee wat het kon zijn. Het was voor iedereen dan ook een grote schok toen tientallen mannen en vrouwen in de buurt werden gearresteerd. Deze grote arrestatie kwam er door de bekentenissen van het eerder vermelde lid van het verzet. Zijn verklaringen waren blijkbaar zeer gedetailleerd. Hij vertelde niet alleen de acties waar hij bij betrokken was geweest, maar ook de echte namen, adressen, schuilplaatsen en taken van iedereen die hij zich kon herinneren. Hierdoor kwamen de Damans ook in beeld van de Duitsers. De broer van Hortense, François, stond met zijn naam meerdere malen in hetzelfde dossier. Ook Hortense stond in het dossier vermeld met als taak koerierster. Bij de Duitsers begonnen alle puzzelstukjes op de juiste plaats te vallen en het net van het verzet was aan het dichtvallen. De Damans daarentegen waren zich van nog geen kwaad bewust. Na de eerste aanhoudingen hadden ze wel door dat ze gevaar liepen, maar ze dachten dat ze voorzichtig genoeg waren geweest zodat ze niet in beeld kwamen van de Duitsers. Alleen François liep risico. Maar hij was kunnen ontkomen aan de arrestaties door op tijd onder te duiken. Achteraf zou blijken dat niet alleen François bekend stond bij de Duitsers, maar heel de familie. Maar de Damans waren op dat moment er nog van overtuigd dat ze hun job op de juiste manier hadden aangepakt en dat de opgepakte verzetstrijder niets over hen zal vertellen. Hortense geloofde echt dat ze de oorlog ging overleven, zonder gepakt te worden door de Duitsers. Maar de Duitsers wisten wel alles over hen, maar beslisten om niet meteen in actie te schieten. Ze hadden liever François dan de rest van de familie. Hierdoor beslisten de Duitsers te wachten en in het geheim het groentewinkeltje in de Pleinstraat goed in het oog te houden. Ze hoefden alleen maar te wachten op het goede moment om hun aanval in te zetten tegen een familie die niets in de gaten had. In januari en februari 1944 waren er nieuwe aanslagen van het verzet om aan de Duitsers te tonen dat ze niet klein te krijgen zijn. Na deze golf van nieuwe aanslagen verloor de SS haar geduld. Ze bedachten een plan dat deze keer niet uitlekte. Er werd een massale operatie voorbereid, waardoor verschillende eenheden van Brussel en andere plaatsen werden ingezet om naar Leuven te komen. De familie van Hortense was op Valentijnsdag gezamenlijk aan het eten in de keuken toen de aanval opeens begon. Op een paar minuten tijd was de Pleinstraat helemaal omsingeld en werd het lot van de familie bepaald. De voor- en achterdeur werden tegelijk ingevallen. Soldaten bestormden de winkel en slogen alles kort en klein. Hortense werd op de grond geslagen en hard aan haar haar getrokken.
Ze zag dat haar moeder en vader zeer harde klappen kregen en tegen de muur werden gedrukt. De Duitse soldaten spaarden niets of niemand. Zelfs hun hondje kreeg een harde klap van een geweer en het lijfje werd naar de andere kant van de kamer geschopt. Hortense trilde van de verschillende emoties en voelde zich misselijk. Haar huis werd voor de tweede keer in de oorlog vernield, maar nu deden de Duitsers het in haar bijzijn, stukje voor stukje. Hortense werd samen met haar familie weggevoerd naar het gerechtsgebouw van Leuven. Daar werd ze samen met haar vader in een grote zaal gezet. In die zaal moesten twee rijen worden gemaakt. Eén voor vrouwen en een andere rij voor de mannen. Zo stond Hortense recht tegenover haar vader. Het deed Hortense pijn om haar vader vol kneuzingen en blauwe plekken te zien. Al snel begonnen de Duitsers de spot te drijven met de mannen. Elke man moest zich uitkleden. Ook haar vader. Hortense sloeg haar ogen neer. Onmiddellijk daarna kreeg ze een slag tegen haar hoofd en begon ze heel hard te gillen van angst. Hortense werd weggehaald bij haar vader en naar een donkere kelder gebracht. Ze was verschrikkelijk bang. In het donker vroeg ze zich af wat er met haar zou gebeuren. En stilaan begonnen de tranen te komen. Ze huilde zich uiteindelijk in het donker in slaap. Na haar nacht in de donkere kelder werd Hortense opgehaald en naar de hulpgevangenis in de Maria-Theresia-straat gebracht, waar u nu ook staat. De gevangenis was onderverdeeld in een mannengevangenis en een vrouwengevangenis. De vrouwengevangenis werd geleid door nonnen en niemand mocht contact hebben met de gevangenen, behalve de gevangenisdirecteur, geestelijke en kloosterlingen. Hortense werd door de gotische boog van de hoofdingang geduwd. Ze kreeg door een non een cel toegewezen op de eerste verdieping. Ze werd weer helemaal alleen in het donker achtergelaten. Hortense Amann zat opgesloten in haar eigen geliefde Leuven. Hortense had op de eerste dag van haar gevangenschap helemaal geen idee wat ze moest doen en voelde zich zeer bang en ellendig. Ze dacht ook vaak aan haar moeder en jongste zusje Julia. Ondanks haar gevangenschap bleef Hortense een sterke, jonge vrouw. Ze was zeker dat deze situatie snel voorbij zou zijn, wanneer de nazi's werden verslagen. Ze bleef erop vertrouwen dat Engeland België opnieuw zou bevrijden. Het vervolg van dit verhaal wordt verteld op het vierde stoppunt, het Gestapohuis in de Leopold-1-straat.